Checkers kunnen dus helpen. Alleen ja, er wordt niet altijd de prijs gesteld. In het verleden zijn er wel eens rechtszaken geweest. Bijvoorbeeld rondom de OV-chipkaart. Henk Krol, nou ook niet dat je denkt dat is een hacker. Die kwam in het nieuws, want er gingen allerlei patiëntgegevens lekken. Ja, dus die ging eigenlijk te ver. En ze hebben er nog een paar zaken gehad. Het is best wel lastig om te bepalen hoe ver mag je gaan. Want je wil natuurlijk een kwetsbaarheid aantonen. Daarvoor moet je een systeem enigszins betreden. Je hebt ook bewijs nodig. En dan ook nog de juiste persoon zien te vinden in die keten die er wat aan kan doen. Wat gebeurt er dan? Nou, daar hebben we een aantal zaken over gehad. En er zitten hier ook behoorlijk wat hackers in de zaal die met hetzelfde dilemma zitten. Wat kan, wat mag? En daarom ben ik ook wel super trots dat we onze landelijke aanklager cybercrime hebben. Ja, ja, iemand van het OM die ons haarfijn de juridische punten gaat uitleggen. Dames en heren, hartelijk applaus voor Martijn Egberts. Martijn, welkom hier. Dankjewel. Hier bij Worm. Ja, je zit ook in Rotterdam, toch? Ik zit in Rotterdam. Ik was er binnen 5 minuten. Dus je komt vers uit je werk? Ik kom vers uit mijn werk. Kijk eens aan, oké. De term is al een paar keer genoemd. Responsible Disclosure. In 2013 kwam het NCSC ook uit met de richtlijn. Vanuit jullie hebben jullie ook een aantal rechtszaken gehad. Die echt op het scherpst werden gespeeld. Van, is deze hacker te ver gegaan of niet? Ja. Als je het even in de helikopterview schetst, wat is de stand van zaken nu, anno 2016, rondom helpende hackers? Rondom Responsible Disclosure. Ja. Eerste punt, wij zijn voor. Hè? Zo simpel is het uiteindelijk. Wij zijn voorstander van ethisch hackers, van Responsible Disclosure. Punt 2, er werd net gezegd van, nou ja, je moet vaak betreden. Er zijn gelukkig heel veel voorbeelden te vinden waarbij kwetsbaarheden kunnen worden aangetoond zonder enig strafbaar feit te plegen. Okay. En ik denk dat dat altijd het uitgangspunt zou moeten zijn. Het moet je even uitleggen, want hoe ga je dan te werk als hacker dat je wel aantoont, ik zou erin kunnen, maar je gaat er niet in? Ja, je zou al kunnen scannen op het internet welke systemen zijn over het algemeen kwetsbaar voor betreding. En zijn die systemen nou goed of niet goed beveiligd? En er zijn voorbeelden te over van systemen die gescand worden door ethisch hackers waarvan men zegt, je hebt het niet goed ingericht en daardoor laat je een kwetsbaarheid bestaan. Okay. En die kan je ook melden en gelukkig gebeurt dat ook voor een groot deel. Maar laten we doorstappen, hè, want dat is het meest interessant natuurlijk. Wat nou als je kwetsbaarheden ziet waarvan je zegt, eigenlijk moet ik een stapje verder gaan. Ja. Om te komen tot het aantonen van die kwetsbaarheid. Ja. Hoe toetsen jullie dan of iemand te ver is gegaan of niet? Dus stel iemand doet aangifte, die zegt van ja, je hebt helemaal geen zin in. Hoe toetsen jullie dan of zo'n hacker te ver is gegaan of niet? Nou, we beginnen al een stapje eerder. Gelukkig zijn er heel veel ethisch hackers die er gewoon uitkomen met het bedrijf. Die een melding doen bij het bedrijf. En het bedrijf zegt, dankjewel. Er zijn steeds meer bedrijven die uiteindelijk melden dat ze een dergelijk beleid hebben. Die zeggen, nou, onder deze voorwaarden meld het bij ons. Ga alsjeblieft geen gegevens kopiëren. Ga geen DDoS aanvallen of andere methodieken gebruiken. Maar als je dan kwetsbaarheden vindt, meld het ons. Duizenden van dat soort gevallen horen wij helemaal niks van. Okay. Gaan wij dan onderzoek starten? Nee. Nee. Maar dat was in 2013, toen de richtlijn uitkwam, was dat nog wel even een puntje. Hè? Want het OM, het opportuniteitsbeginsel, zoals dat heet, heeft altijd nog het recht om onderzoek te starten, ook al is er geen aangifte gedaan. Dus stel, ik ben een groot energiebedrijf en er komt een hacker bij mij en die zegt van, de klantendatabase staat open en ik zie dat. En ik kom met bewijs en het energiebedrijf zegt van, nou, top, bedankt, hier heb je het t-shirt, mazzel. Dan kunnen jullie alsnog in actie komen. Maar dat vonden de hackers een beetje vervelend. Onder welke omstandigheden zou dat gebeuren? En is dat al eens gebeurd? Nou ja, en dat is precies het dilemma van in ieder geval ook het Openbaar Ministerie. En ik denk ook van de hacker zelf. Op het moment dat je een systeem betreedt, sta je eigenlijk voor de keuze hoe ver ga ik om een kwetsbaarheid aan te tonen. En hoe terughoudender je bent, hoe minder je hoeft te doen om die kwetsbaarheid aan te tonen, Hoe eerder wij geneigd zullen zijn om te zeggen, dan hoeven we geen nader onderzoek te doen. Okay. Op het moment dat een bedrijf geen aangifte doet, maar er wel naar voren komt dat er mogelijk allemaal persoonsgegevens zijn verdwenen, ja, dan sta je uiteindelijk als Openbaar Ministerie voor de keuze. Wij hebben wel op te komen voor de belangen van al die mensen wiens persoonsgegevens zijn verdwenen. Ja. En dat zal betekenen dat wij in dat soort zaken mogelijk wel een onderzoek moeten starten. Ja. Is dat wel eens gebeurd? Na de zaken die we allemaal hebben gehad, hè, de bekende zaken, hebben we geen zaken meer hoeven te starten waarin we zeiden van nou, het bedrijf wil geen aangifte doen, maar wij gaan toch ambtshalve kijken. Nee. Oké, dus niet. Dus nee. Kunnen hackers redelijk gerust zijn. Je zei dat er zijn een aantal zaken geweest waarin een organisatie wel aangifte heeft gedaan. Dus bijvoorbeeld het Groene Hartziekenhuis, ja. Diagnostiek voor u, Henk Krol. Uiteindelijk was de eis van de rechter veel lager dan wat de advocaat van de partij eiste. Hoe is dat gekomen? In het Groene Hartziekenhuis onder andere is de eis van het Openbaar Ministerie is gebaseerd geweest. Daarvan hebben ze gezegd, mijn collega heeft gezegd, er zijn meerdere feiten die je zou kunnen bewijzen. En de rechtbank heeft uiteindelijk gezegd, nou, een van die hacks en het uiteindelijk kopiëren van miljoenen persoonsgegevens, daarvan zeggen we, wij vinden dat er onvoldoende bewijs is. Okay. Nou, als zoiets wegvalt, ja, dan is eigenlijk een logisch gevolg daarvan dat de straf ook een stuk minder zal worden. Ja. En de rechtbank heeft nog iets bijzonders gedaan in die zaak, wat het Openbaar Ministerie uiteindelijk wel erg prettig en belangrijk vond, is die heeft uiteindelijk zijn veroordeling opgeknipt in twee delen. Die heeft gezegd, wij veroordelen deze persoon voor het in bezit hebben van kinderporno en we veroordelen hem voor uiteindelijk computervredebreuk. Ja. En er zijn twee verschillende deelstraffen in feite. Ja, want de eis voor computervredebreuk, hè, die 500.000 persoonsgegevens, dat was een jaar. En dat werd uiteindelijk 120 uur taakstraf. Zeker. Dat is nog een verschilletje. Dat is zeker een verschil, maar uiteindelijk zijn dat de eerste zaken die je uiteindelijk voorbrengt. Waarbij in dit geval uiteindelijk een rechtbank zegt, nou, dit is wat wij deze hack waard vinden. Ja. Daar kwam ook nog iets anders bij. Ze zeiden uiteindelijk, er zijn een aantal toetsingscriteria die ze zijn langsgelopen. Eén, was er een maatschappelijk belang? Nou, daar was het Openbaar Ministerie het vrij snel eens met de verdediging in de rechtbank. Ja, op het moment dat je een kwetsbaarheid kan aantonen in een ziekenhuis, is er een groot maatschappelijk belang. Maar twee was, heeft u dat nou op een proportionele manier gedaan? Nou, daarvan zei het Openbaar Ministerie, het is niet proportioneel om malware te plaatsen op een server van het ziekenhuis, om vervolgens makkelijker binnen te komen. De rechtbank heeft gezegd, in dit specifieke geval vinden we het nog binnen de maatstaven van proportionaliteit vallen, dat hij dat wel heeft gedaan. En dat was ook strafmaatverlagend. Ja, ja. En het derde criterium? Het derde criterium is subsidiariteit. Moeilijk woord, wat erop neerkomt is, als je het met minder heftige middelen kan, of met minder inbreuken kan, dan moet je dat doen. Dus als je de kwetsbaarheid kan aantonen zonder gegevens te kopiëren, mag je geen gegevens kopiëren. Nee. Als jij het kan doen door slechts een mappenlijst, daar een schermopname van te maken, zou je eigenlijk dat moeten doen. En de rechtbank heeft er uiteindelijk van gezegd, op een aantal momenten was het niet, voldoet het niet aan die eis. En ik denk dat het wel belangrijk is om in ieder geval als ethisch hacker altijd in het achterhoofd te houden, dat in ieder geval de juridische grens er ligt. Als je hetzelfde doel op een andere manier had kunnen bereiken, dan had je dit andere moeten doen en geen strafbaar feit moeten plegen. Oké, dat was bijvoorbeeld het geval met Henk Krol. Hè, die ging meteen naar de media met allerlei patiëntgegevens en dat soort dingen. Daarvan zei de rechter van ja, je had ook best wel even geduld kunnen hebben, die mensen eerst tijd geven om te fixen. Werd uiteindelijk €750 boete, maar goed. En een hoop aandacht voor de goede man, daar was hij alleen maar blij mee. Is met dergelijke zaken het voor jullie inmiddels helder? Wanneer hackers te ver gaan of niet? Of blijft dat nog steeds een zoektocht? Het blijft in heel veel gevallen, denk ik, waar je echt onderzoek moet doen, omdat je niet weet wat er nou is gebeurd. Hè. Niet altijd zal een hacker aan een bedrijf vertellen wat hij allemaal heeft gedaan. En dan moet je maar iemand op zijn blauwe ogen geloven dat hij geen gegevens heeft gekopieerd. Nou, dat kunnen gevallen zijn waarbij het Openbaar Ministerie toch onderzoek moet doen. En dat onderzoek doen wil niet betekenen dat we iemand vervolgen. Dat betekent gewoon dat er feiten helder moeten komen. En dat we naar aanleiding van die feiten een beslissing nemen, vervolgen we niet of vervolgen we wel. En dat toetsen we dan aan de hand van de criteria die onder andere door de rechtbanken zijn neergelegd. Ja. Oké, nou dan wil ik het een stukje concreter maken hier bij Game of Thrones. Ja. Vandaag zijn 10 teams losgegaan op een proefopstelling van Toon. Nou ja, we hebben ze uitgenodigd, Eneco is erbij. Nou, hier kan geen sprake zijn van een strafbaar feit. Dit is puur helpen. En ze worden er nog om gevraagd ook. Maar stel nou dat ik met de kennis die ik vandaag heb opgedaan... dan ga ik morgen eens even kijken wie er bij mij in de buurt zit. En ik ga dan bijvoorbeeld mijn buren hacken... En ik ga de thermostaat opschroeven, dat het hartstikke warm wordt. Ik ga lichten aan en uit doen. Ik maak er één grote flipperkast van. En ze komen erachter dat ik dat heb gedaan. Want ja, ik sta hier ook maar. Dus dan zeg je, ja, dat moet Chris dan wel zijn. 1. Kun je daar aangifte voor doen? 2. Wie zou dan aangifte moeten doen? Die eigenaar, die huiseigenaar of Eneco. En 3. Moet ik dan bang worden voor jou? Of vat het wel mee? Voor mij nooit. Wie kan een aangifte doen? Iedere belanghebbende. Dus dat kan een Eneco zijn, dat kan de buurman zijn. Dat kunnen de kinderen van de buurman zijn. Iedereen die belang heeft bij opsporing van dat strafbare feit. Is het strafbaar? Nou ja, in beginsel is het betreden van een geautomatiseerd werk van een ander is strafbaar als je daar een beveiliging van doorbreekt. Dus dat zou in dit geval een strafbaar feit op kunnen leveren. Belangrijkere vraag zou ik vinden, is dit nou ethisch? Nee, of is dit gewoon lekker spelen met de thermostaat van de buurman? Nou inderdaad, dus dan moet je op zoek gaan naar het motief daarachter. Ja. Dus als ik het puur voor de lol doe, nou dat is niet de bedoeling. Als ik het echt doe om mijn buurman te zieken, dan kun je inderdaad wel een vervolging instellen. Maar inderdaad, stel dat ik het doe om mijn buurman te waarschuwen. Van, hé, ik heb even het licht aan en uitgezet en de kachel op 28. Dat is puur om jou te waarschuwen. Let op, je moet een update draaien. Ja, ja. Ja, zoiets ziet dat er dan uit. Hè? Ja. Ja. Ik zit nog te wachten op de hack dat je ook teksten erin kan zetten. Lijkt me prachtig. Maar, ja, inderdaad. Dat is inderdaad waar je dan wel aan moet denken. Dat wij gaan kijken van, maar waarom deed hij het? En wat heeft hij dan daadwerkelijk aan handelingen verricht om te laten zien dat dit bedoeld was als een ethisch hack? Ja. En dat betekent dat wij gaan kijken naar, heb je een bedrijf... gewaarschuwd of heb je uiteindelijk je buurman gewaarschuwd? Heb je hem de tijd gegeven om het te herstellen? En een beetje een redelijke tijd en niet over een uurtje gooi ik alles op peesbin. Nee, gewoon een beetje een redelijke tijd om de kwetsbaarheid te herstellen. En als je aan dat soort eisen voldoet en de kwetsbaarheid kan hersteld worden... en uiteindelijk meld je het pas nadat het gepatcht is... nou ja, dan zullen wij minder geneigd zijn om onderzoek te doen. Ja, oké. Nou, tot slot, misschien heb je nog advies, want de helft van de zaal bestaat ongeveer uit hackers. Wat ik overigens ook wel leuk vind, en even anekdote tussendoor, is dat toen die richtlijn uitkwam, toen ontstond er toch een beetje ruzie van, ja, dat enge OM, oh nee, die enge hackers. En toen ben jij zo stoer geweest om naar een hackerspace te gaan, ook niet de minste, RevSpace, dat zijn best heel kritische hackers, om gewoon eens met die jongens te gaan praten. Hoe ging dat? Het Openbaar Ministerie werd uitgenodigd omdat we volgens in ieder geval RevSpace de hele tijd het over cybercriminaliteit hadden in verband met hackers. Dus in persberichten zou staan, die hackers hebben dit gedaan. En daar waren ze chagrijnig over. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Daar hebben we ook antwoord op gegeven. Maar uiteindelijk zijn we inderdaad ook, of ben ik naar een bijeenkomst gegaan, figuurzagen met hackers of... figuurzagen voor hackers. Je ging figuurzagen? Wij gingen onder andere figuurzagen. Ja, ik ben er niet aan toegekomen, omdat de discussie wat hoog opliep. Maar uiteindelijk hadden veel mensen een figuurzaag bij zich. Waar vooral de discussie ook over ging. Over, ja, weet je, Openbaar Ministerie, jullie criminaliseren hackers alleen maar. Nou, dat is, even voor de duidelijkheid, absoluut niet de bedoeling. Nee. En ja, het is zo dat er soms termen worden gebruikt... in media of in berichtgeving, die erop lijkt te duiden dat wij één en één met elkaar vergelijken. Maar wij weten ons, nou, hoe zeg je dat? We zijn ons er wel enorm van bewust dat juist de ethische hackers voor het Openbaar Ministerie, maar ook voor de politie, heel belangrijk zijn om ons een stukje verder te brengen. Oké, dus fatsoenlijk woordgebruik is, ethische hackers zijn de good guys. Ik heb het vaak over helpende hackers. En als ze foute dingen doen, dan noemen we dat gewoon criminele hackers. Is daar met de discussie een beetje bij? Ja, alleen een beetje tijdens het onderzoek of vlak na een melding is het is het allemaal nog grijs, hè? Dan weten we vaak nog niet zoveel. Dan kom jij om te bepalen of het dan, een of het ander zijn. Ja, en dan kom ik in ieder geval om te bepalen om onderzoek te doen. En dan het te bepalen daarna kunnen wij soms en soms al een rechter daan te passen. Nou, vertrouw me, de 40 hackers die wij vandaag hebben gehad, die zijn ethisch, die zijn goed, hoef je niet te vervolgen. Ze hebben ook veel meer gedaan dan alleen figuurzagen vandaag. Heb je tot slot nog een tip voor hun? Wat moeten ze vooral wel doen, wat moeten ze niet doen? Misschien geen tip, maar wel een vraag. Want uiteindelijk denk ik, zeker als je ziet welke ontwikkeling de Responsible Disclosure krijgt, dat elke organisatie zijn voordeel kan doen met kennis die daar aanwezig is. En dat geldt ook voor ons. Ja. Dus ik heb veel meer zoiets, ik zou graag in gesprek willen komen. Ja, nou, we zijn de hele avond nog hier. Spreek hem aan als je ideeën hebt, tips voor Martijn zelf, om ook zijn werk weer beter te maken, zodat ik jullie kunnen helpen Nederland een stukje veiliger te maken. Dankjewel, Martijn Egberts. Goed, hackers, is het nu allemaal een beetje duidelijk, hè, wat wel en niet mag?